Goeiedag, Frank Blank hier. Vandaag in deze video wil ik het met je gaan hebben over: is het mogelijk om een slecht dieet te compenseren met cardio/krachttraining? Nou, in deze video ga ik je dus uitleggen of dat mogelijk is, ja of nee. Nou, het eerste wat belangrijk is, hoe slecht heb jij gegeten? Dus stel, je onderhoud is 2500 calorieën en je hebt 3500 calorieën gegeten, dan heb je een overschot van 1000 calorieën. Dus we gaan even kijken hoeveel werk het zou zijn om 1000 calorieën terug te verbranden, hoeveel je daarvoor moet doen. 1000 calorieën is nog een overschot wat, als je een keertje wat verkeerd hebt gegeten, wel best wel haalbaar is. Stel, je neemt een Tony Show Colony, volgens mij een hele reep 780 calorieën, dan heb je misschien nog wat kleine extra's, een koekje erbij, dan ben je al bij 1000 calorieën. Zo snel kan het gaan als je gewoon je normale voedingspatronen bij doet. Dus om dat voorbeeld te geven, is voor krachttraining is het werkelijk 0,1 calorieën per kilo per 10 minuten. Dus als je dat nu gaat omrekenen, stel je bent 80 kilo keer 0,1 is 8 calorieën per 10 minuten. Dat gaat niet heel hard, maar dat is wat het werkelijk is. Ik weet dat heel veel Fitbits, smartwatches en al een heel ander aantal geven. Daar klopt niet heel veel van. In wetenschappelijk onderzoek staat dat ze er 80 tot 85% naast zitten. Nou, als je dit aantal neemt en je gaat kijken van hoeveel uur zou je dan moeten trainen om 1000 calorieën te verbranden, met krachttraining gaat het niet lukken. Dit is een krachttrainingsvariant waarbij je, laten zeggen, een setje doet van 10 herhalingen, 2 minuten rust, weer een setje, dat tempo. Ga je naar wandelen toe, dan kom je ongeveer uit, dus wandelen, 0,3 calorieën, als je een beetje rustig wandelt, per kilo per 10 minuten. Dus dan, als je dit keer 80 doet, is 24 calorieën per 10 minuten. Stel, we gaan stevig doorwandelen, we gaan wat harder lopen, kom je ongeveer 0,6 uit, dat is al bijna tegen joggen aan. Dat is een beetje het hardste wat je, naar mijn mening, voor 10 minuten vol kunt houden. Misschien, als je goed in conditie bent, kan je misschien 0,7 redden met hardlopen. 8 en 9 en 10, dus deze waardes keer 8, 9 en 10, dan ben je aan het sprinten. Dat is niet realistisch om 10 minuten vol te houden. Dus dan hebben we de hoogste waarde. Stel, ik doe dit keer 80 kilo, is 48 calorieën, en dat is joggen, per 10 minuten. Doe ik dit aantal keer 6, is 24 en 48, is 288 calorieën. Keer 4, 1034 is, of 1, 3, 2, volgens mij, 1132 calorieën. Ben je 4 uur bezig om 1000 calorieën te verbranden. Oftewel, je zou bijna een marathon moeten lopen om 1000 calorieën extra te verbranden. Dit zou je dagelijks moeten doen als je zover boven je calorieoverschot zit. Denk daarbij eens goed na. Tijdens deze coronatijd, let je enigszins hoeveel calorieën je eet? Of denk je van, het maakt even niet uit, in de zomer verbrand ik het wel weer af. Om een voorbeeld te geven, je zou dus 4 uur moeten joggen per dag als je 80 kilo bent om die 1000 calorieën te verbranden. Dat tikt best wel flink aan. 1000 calorieën, als je dat gaat omrekenen, is net iets meer dan 100-150 gram vet. Als het overschot nog groter is, dus je hebt meer dan 1000 calorieën, dan kom je kilo's aan in deze periode. Dan kan je 5 tot 10 kilo vetmassa aanzetten in de weken dat we nu thuis zitten. Dat gaan compenseren voor de zomer wordt een fikse uitdaging. Dus ik zou je echt aanraden van, ga ervoor zorgen dat je wel in de gaten houdt hoeveel je eet. En dat je niet onnodig elke keer te veel eet. Kijk, één dag een uitschieter zoals dit, hoef je niet druk op te maken. Balanceert zich uiteindelijk wel weer weg, want je eet ook wel eens een keertje wat te weinig. Maar doe je het nu structureel te veel, omdat je uit verveling gaat snacken en af en toe wat lekkere dingen gaat halen, omdat je gewoon op de bank zit en je gewoon even niet weet wat je moet doen en dus maar gaat eten, dan gaat het fout. Daarvoor wil je echt oppassen. Want dan kan het zomaar zijn dat je 15, in sommige gevallen wel 15 kilo aankomt in een paar weken dat we nu thuis zitten. En dat is het laatste wat je wil hebben. Dus kun je het compenseren? Het is bijna onmogelijk. Want dit zou je misschien één dag redden, misschien 2 dagen in de week, maar dat ga je niet elke dag van de week kunnen. En dat is ook niet realistisch haalbaar. Maar nu zie je al hoeveel je moet doen. Dat is 4 uur flink doorjoggen. Dus dan moet je denken aan 7, 8, 9 kilometer per uur. Nou, dat kunnen veel mensen wel misschien voor een uur rennen. Maar 4 uur is wel wat anders. Dan moet je behoorlijk getraind zijn.
En er komen wel dingen erbij kijken, zoals stress, herstel, dat soort dingen. Waardoor het bijna onmogelijk wordt. Dus ik zou het zeker niet aanraden om te proberen. Het is makkelijker om 1000 calorieën minder te eten. Dat is niet zo heel moeilijk op dit aantal. Dus dat zou mijn advies zijn. Ik hoop dat je hier wat hebt en dat je wat inzicht hebt gekregen van wat er daadwerkelijk mogelijk is. En dan spreek je snel weer. Tot dan.